welkom hier op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tien de Riemens. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan ook niet te abonneren op mijn kanaal. En waarom dat ik zo luid spreek is voor geen copyright te krijgen. Want met daar stond muziek aan in mijn living. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte van rijden en zeilen van mijn vlog. Oh, dat zeg ik het nu alweer, hè. Rijden en zeilen. Ik heb me nu gaan douchen. Mij verfrissen. En daar is K3 bezig. Duizend luchtballonnen dacht ik dat is. Ik weet het niet. Mama se ke hoomba. Dus mama se, mama sa. Allee, ik heb mijn nu douchen. Ik kan er toch niet mijn sleutels vallen? Oeh. Belichting. Ik ga nu stukjes van het vertrek richting mijn schatje Bea. We gaan nog richting Carrefour binnen. Om voor haarshell te kopen. Want ik wil toch mijn haar dus voor de eerste keer in mijn leven ook in een gel mode doen. Ik ga vragen aan mijn buurvrouwke als ik goedgekeurd word. Ik ben toch goedgekeurd van mijn onderbuurvrouw. Ik ga hier nog heel snel kijken als ik post heb. Codium. Oké. Ik heb een brief van Codium gekregen. Wat daarin staat, weet ik niet. Dat weet ik pas straks. Ik ga nu richting mijn schatje Bea toe. Ik moet toch redelijk wat snel zijn, want ik moet ook nog naar de Carrefour binnen voor wat haarschaal gaan te kopen en een borstelke. Dan kan ik mijn haar ook wat schoner doen, want zelfs gaat die toch weer al steken na mijn douchecarrière. Ah. Oké, ik zal zeggen, let's go. Ik ben hier nu bij de Carrefour Market aangekomen in Hasselt, het Grote Ring. Ik ga gewoon toch voor de veiligheid een karretje meenemen. Deze karretjes zijn allemaal ontsmet. Voilà. En dan kunnen we naar binnen gaan. Joepie! Kijk eens wie ook bij mij is. Hallo. Kijk eens hoe mooi dat ze is opgemaakt. En kijk eens hoe mooi dat ik ben opgemaakt. Ik heb even wat gel in mijn haren gedaan. Wel naar voren gekamd. Dus je ziet niet goed dat het gel is. Maar hij heeft het erin gedaan. Voilà, bij deze. En nu ga ik vertrekken richting Alken. Om voor naar de gemeentehuis te gaan. Pas op. Oh, allee man, dat hij niet kan wachten. Sorry mensen, daarom zeg ik ook tegen hem, pas op. Ja. Ja. Ja, mijn broer gaat vandaag trouwen. Voilà, leg het maar eens uit wat er vandaag allemaal op programma staat. Dus, mijn broer gaat trouwen om 12 uur. Ja. En wij moeten daar om 11:45 zijn of om 11:30, dus wij zijn vrij op tijd. Ja. En dan gaan we door, denk ik, naar mijn broer of naar een zaaltje. Dus dat we mijn broer moeten volgen voor hapjes en drankjes. Oei, ik ben een moeilijke eter, schat. Dat weet ik, maar mijn schoonzus ook. Ah, oké. Okay.
Dus dat is de planning. En dan kan ik nog iets leuks gaan doen met Dimitri of met mama. Allee, de rest van de planning weet ik niet. Dus we zien wel wat er gaat gebeuren. Maar ja, de trouw is het belangrijkste. En daarom ben ik zo deftig aangekleed. En make-up met krulletjes. En met deze mondkapje erbij, de pasta. Ja, ik... En met deze mondkapje past er ook bij mij, hè. Met dat bit. Oh. Oké, dan. Ik moest er wel flauw doen, mensen. Ik moest er wel flauw doen. Ja, maar dit past echt bij die kleedje en bij die vest en bij mijn sandalen. En jullie zijn dat ook niet gewoon, hè, mensen, dat ik plat haren heb. Dus laat het in de reacties weten hoe jij mij nu eigenlijk wel vindt. Oh, het is... En als ze het mooi vinden, moet je het vaker doen, want ik vind het heel mooi. Maar toch niet met Shell, want... Jawel. Nee, ik begin het allemaal te haten. Ik begin het zo te trekken. Ja, maar jij hebt te veel Shell gebruikt. Als je weiniger gebruikt, dan is het niet. Ah, oké. Okay. Alleen... Zet zo gewoon een keer je haren dan. Oké. Okay. Allee, mensen. We kennen je laatste nu. Ja. We gaan nu straks maar richting Alken rijden. Wacht even. Oei. Maar we gaan het trouw niet filmen. Nee. Maar ik wil wat foto's maken. Ja, maar niet in de vlog. Ah, oké. Okay. Daar wou ik zeggen van, kijk, ik ga misschien proberen wat foto's te maken en dan in de vlog te steken. Maar oké, okay, dan ook niet. Dan wil mijn schoonzus het gewoon niet. Oké. Okay. Yes. Wel een foto van ons twee, want wij zijn zo mooi samen. Ja. Waar was dat? Ah, dat. Of van mijn kam nog. Oké. Okay. Ik was aan het wachten wanneer dat ze nog eens iets ging zeggen. Maar goed, wij gaan jullie laten. Oké, salut. Salut. Ik ben terug van de trouw en zoek mijn haar eens. Ik ga nu terug onder de douche. Het is nu exact 2 uur, dus het was een hele mooie trouw. Ik geef dat eerlijk toe. We hebben daar gelachen. De hapjes... Die zag het er lekker uit, maar ik heb er geen gegeten. Omwille van dat ik een moeilijke eter ben. Bij deze. Mijn schat wil dat ik mijn jeansbroek aan ga houden. Voilà, bij deze hebben jullie het gezien. Dus ik ga nu heel snel even een douche nemen. Want mijn schat die zit nog in een auto. En ik ben hier aan het vloggen. En dan, subiet, als mijn computer... helemaal is opgestart, dan ga ik ook nog gewoon nog de vlog nog in de upload gooien. Of al ga ik dat via mijn gsm doen. Ik ga dat via mijn gsm doen. Maar dan ergens op mijn locatieke. En de muziek is ook nog altijd binnen aan het komen, dat is ook altijd goed. Heel goed. Maar het wil niet reageren. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Yo. Zo mensen, we zijn hier aangekomen bij de resto. Jawel, ik en mijn schatje. Ons eten is er nog altijd niet aangekomen, maar die komt er zelfs wel aan. Ik heb een lekkere friet stoofvlees genomen. En mijn schat? Een steak met frietjes. En waarom zijn we dan hier gekomen? Omdat mijn broer geen eten had. Allee, die had wel hapjes, maar geen gewoon eten voorzien. Dat klopt. En ja, we hadden wel een klein beetje honger, want ik had deze morgen nog niet gegeten. Oei, 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 oei. En wie zijn we vandaag ook al tegengekomen? Allee, zeg het eens, schat. Nee. Peter en Monika van At the Corner. Dus daar hebben we dan ook wel een goede dagje gezegd. En die hebben ook wel proficiat ook tegen ons gewenst. En proficiat ook naar de koppel toe. Dus ik weet niet als ik de namen mag zeggen. Dus daarbij dat ik het ook niet doe. En ik zie dat ik hier nog een paar stripjes open heb. Hier wat. Oei, oei, oei. Ik heb niet goed geschoren. En dat voor een trouwdag. Maar niemand heeft er iets van gezegd, dus ze zullen dat niet opgemerkt hebben. Dat is wel waar. Dus ik ga je één ding al zeggen, schatje. Laat je ze biet smaken. U ook, hè. Dankjewel, schat.
Dankjewel, schiever. Tot ziens. Zie dus hoe ons eten eruit ziet. Haar eten, laat het u smaken. Dank u. En mijn eten. Friet, friet, stoofvlees. Stoofvlees, friet. En hoe was uw steak gebakken? Gemiddeld. Gemiddeld. Oké, laat het smaken. Dat resto eten heeft lekker gesmaakt samen met mij en de onzichtbare beer. Ik heb haar thuis afgezet. Ondertussen tijd zijn we ook naar Chris geweest. Dus hebben we daar ook nog iets samen gedaan s'avonds. Maar na het feest was het... Dus ik zal het even ook nog eens even zetten. Ook hoe de dag is verlopen, ook qua trouw. De trouw is heel goed verlopen. Het waren er ook 3 kindjes ook die waar hun ook op de wereld hebben gezet. Dus ook wel schattig en al. Eén was echt dood, maar ook echt dood verlegen. Oh, en dat was wel grappig om te zien. En schattig om te zien. Kijk hier langs. Hier. Dus het was echt heel mooi. Dan zijn we zo doorgegaan naar hun thuis, om daar nog een klein hapje te eten en een drankje te bemachtigen. Daarna zijn we dan doorgereden naar de resto om gaan te eten, dus samen. Daarna zijn we doorgegaan naar Chris, hebben Chrisje even een verrassing gebracht. Dan zijn wij zo doorgegaan naar de Wijnegem Shopping Center. Dus ik heb een redelijke drukke dag gehad, redelijk wat kilometers weer ook gemaakt vandaag. Na Chris heb ik dus haar dan terug naar huis gedaan. Dus Bea terug naar huis gebracht. En dan ben ik nu onderweg zelf naar huis toe. En dan ga ik nog wel een aflevering van Enzo Knol kijken. Probeer het toch nog. Hoe wakker dat ik ook nog ben. Allee, ga aan de kant. Dus het was wel een schoon mensje. Ik ben er niet aangekomen, hè, schat. Ik heb gewoon gezegd dat ik weet dat ik het eigenlijk niet mag zeggen. Sorry, ik heb het in mijn vak gezet. Dus dan heb ik Bea dus afgezet en nu ben ik terug weer richting mijn thuis aan het rijden. Dus aan mijn appartementje. En dan ga ik echt heel blij zijn, maar ook echt super blij. En je ziet ook dat al mijn gel ook al uit mijn haar is. Dus dat hebben we ook nog gedaan, nog voordat we naar resto zijn gegaan. Maar heb ik ook nog wel opnieuw een tweede douche genomen vandaag. Voor al die gel uit mijn haar te krijgen. Ik haat het, echt waar. Ik doe het dus nooit meer. Ik heb eerst een keer gel in mijn leven gehad. Ene keer. En het is mij niet bekomen. Het is mij niet echt bekomen. Ja. Allee, Otto. Steek me maar voorbij. Jullie mogen toch sneller rijden dan de wet is toegelaten. Hè? Dus ik vind het wel echt jammer dat er redelijk veel auto's te snel rijden. Jammer. En je hoort dat ik ook telkens keer op mijn aanwijzingsblinker aan heb. Ook zelfs als ik wil voorbij steken, zet ik die altijd aan. Wanneer dan nog? Als ik in de straat wil inrijden. Als ik ergens ook niet mag staan, dan zet ik mijn 4 blinkers op. En deze is hier echt op, zo op als iets. En ik ga echt ook heel blij zijn als ik naar mijn thuisje, naar mijn huisje kan gaan. En
En er is nog eentje nu voor mij ook aan het rijden. Die denken dat ze hier maar 50 mogen. Hier mogen 70. Judijstraat is 70. Mensen. Als je verder rijdt is het ook nog 70. Tot aan de wei. Dat weet ik ook nog. Tot aan de wei van de bocht. Daar, is dan, daar begint de zone 50. En waar het hier zo begint, hier begint het nog pak vroeger, de zone 50. Dan ga ik eens even kijken, juist waar. Holy shit, ja, juist hier staat ook nog een vrachtwagen stil. En wat gaan hun doen? Gaan hun rechtdoor of wat? Ja. Oei. En daar is ze. De politie. R2, politie. 3, 4, weekend, FM, 6, certificate, 7, het goede nacht. Ik heb weer een politie-escorte. Joepie, kijk maar. Weer een politie-escorte. Jawel. En je ziet ook, hè. Ik rij nu 50, hè. Je ziet hun toch wegrijden. Damn. Moeten die niet aan hun verkeersregels houden? Moeten die dat niet? Echt waar. En wij moeten dat allemaal. En als wij dan te snel rijden, krijgen we een boete. Ja. Dus zo is dan de dag verlopen. Dus opstaan, trouw. Dan opnieuw mee gaan douchen. Nee, dus opgestaan, douchen. Vlog in de kannen gestoken, naar de trouw gaan, naar Bea gaan, Bea ophalen, en dan naar de Carrefour, van de Carrefour naar de trouw, van de trouw naar de bruid en de bruidegom hun huis gegaan, om daar een klein hapje en een drankje te bemachtigen. Daarna zijn we doorgereden terug naar mijn thuis toe, hier naar mijn appartementje toe. Om mijn haar terug te wassen, heb ik maar opnieuw in een tweede douche genomen dan al. Daarna zijn we doorgereden naar de rest, we hebben daar iets gegeten. Hebben jullie ook gezien in de vlog. Daarna zijn we doorgereden naar Chris. Daarna zijn we doorgereden naar de... dan heeft Chris gereden. Naar de shopping center gegaan. Voilà, ik sta dan van de shoppingcenter terug naar Bea haar thuis. Van Bea haar thuis eindelijk terug nu op mijn appartementje aangekomen. Dus en nu ga ik echt nog de laatste kijken naar een afleveringske van Enzo Knol. En dan is het echt richting slapenstijd. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En nee, ik stop niet met vloggen. Maar, ah ja, dan ga ik u ook nog één ding zeggen voor de mensen op Discord. Alsjeblieft, stop met zagen achter een livestream. Ik doe dat bewust niet, hè, een livestream, als jullie het nog niet doorhebben. Hoe meer dat jullie erachter zagen, hoe langer dat het duurt dat er een livestream gaat komen. Ik heb niet graag het gezaag rond mijn kop van, oh, wij willen nu een livestream, wij willen nu een livestream, oh, wij willen nu deze avond een livestream. Ik heb het beloofd deze avond een livestream te doen. Wanneer dat ik het niet heb beloofd, gaan jullie ook nog dingen erbij halen voor te zeggen van, allee, kom aan, je hebt het beloofd. En dat is niet waar. Punt uit. Daar kan ik een klein beetje boos van worden. Bij deze. Echt waar. Dankjewel om een deel uit te maken van mijn leven en van Bea haar leven. En, die, en dan wat een uitleg van Chris haar leven. En nu ga ik richting mijn appartementje toe. Oh, ah! Ja, dan moet ik zelfs gaan zoeken. Of ik ga het nu gaan zoeken. Voilà. Gevonden!
En nu sluit ik de vlog af. Salut! Bye bye! Zwaai zwaai!